Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 28 februari. Raak niet opgebrand door te veel activiteiten. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Matteüs 11, vers 28 en 30. Kom naar mij. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. In de begindagen van mijn wandel met God was ik erg enthousiast en wilde ik hem heel graag dienen. Dus ik schreef mij in voor alles wat mij ook maar enigszins interessant leek. Eén resultaat van dit alles was dat ik snel ontdekte waar ik voor geroepen was om te doen. Vanwege mijn drukke leven bracht ik niet regelmatig tijd door met God. Ik deed goede dingen voor God, maar ergens negeerde ik hem in het proces. Als gevolg hiervan voelde ik mij vaak gefrustreerd omdat ik de werken van het vlees aan het doen was. De werken van het vlees zijn dingen die we doen zonder dat Gods kracht door ons heen stroomt. Ze zijn moeilijk, ze zuigen ons leeg en ze geven geen vreugde of voldoening. Het zijn vaak goede dingen, maar zijn niet Gods dingen. Mensen kunnen letterlijk opgebrand raken door de religieuze activiteiten als ze strijden met het dienen van God vanuit hun eigen kracht. Maar Jezus is niet voor ons gestorven om onophoudelijke activiteiten te hebben. Hij is gestorven zodat we één konden zijn met God door Hem en zodat we een diepe persoonlijke relatie met Hem, de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest konden hebben. Moet jij wat werken van het vlees wegsnijden om echt met God te zijn? Als je wilt, bid dan met me mee. Heer, ik besef dat goede werken doen geen vervanging is om U echt te kennen. Help mij om rust te vinden in U, als ik een aantal te veel aan activiteiten naast mij neerleg om meer tijd met U door te brengen. Amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegene je en tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube-kanaal.